Een hele goede morgen. Ik ben al sinds 7 uur of zo ben ik al op. Ben ik al dit van hot naar her aan het rennen. Liam flesje gegeven, Jordi flesje gegeven, met Jordi gespeeld. Liam die heeft ondertussen geslapen, opgeruimd, van alles gedaan. En nu is het tijd voor Jordi zijn fruit. Ondertussen hoor je Liam een beetje klagen op de achtergrond. Die wil dadelijk ook zijn flesje weer. Dus ja, hij blijft ook doorgaan. Ik heb ook vanochtend nog heel even gekolfd. Dus ja, hè, dat gaat ook door. Maar gelukkig hoef ik niet meer tussentijds te kolven. Dus ja, en ondertussen doen we onder het genot van Boomba, doen we eventjes lekker een fruithapje, hè? Ja. En dan hoop ik dat Liam nog even blijft slapen, zodat ik dit even op mijn gemakje kan geven. Hij doet in zijn slaap klaar. Dus, ja. Lekker, hè? Je hoort hem klagen. Meestal laat ik hem dan ook even goed klagen, dat hij even goed wakker wordt. Het heeft geen nut om een halve wakkere Liam de fles te gaan geven. Ik ga heel eventjes Jordi verder zijn fruitje geven. En dan ga ik Liam zijn fles geven. En zijn luier verschonen en de hele zooi. En dan... dan is de ochtend alweer bijna voorbij, denk ik. Het is nu... bijna 9:15. En Jordi krijgt over een uurtje, dus krijgt hij altijd een boterhammetje nog. Vindt hij geweldig tegenwoordig. Dus. Papa? Goed zo. Nou, volgende patiënt. Hè? Ja. Ja, volgende patiënt, hè. Ga ik met jou ruzie maken? Ja, nou moet ik met jou ruzie gaan maken. Kijk eens. Kijk dan. Het is met jou ook echt ruzie maken, hè. Handen weg. Hij stopt zijn handen in de mond in plaats van zijn fles. Uit die handen komt niks, jongen. Als hij er eenmaal in zit, is het prima. Maar als er nog niks in zit... Ik was er weer onder gepiest, dus ik kon mijn trui alweer uitdoen. Ach ja, hè. Zo doen we het de hele dag eigenlijk wel. Jordi, Liam, Liam, Jordi. Opruimen, poetsen, was doen. En dan tegen die tijd komt Niels alweer thuis. Niels is nu heel eventjes dingetjes aan het opruimen en zo in de tuin. Dus die ga ik nou niet lastig vallen. Dus die is gewoon van alles aan het doen. En dat ben ik ook. Dus ja. Yeah. Zo hou je het een beetje druk. Komende tijd, hè. Liam slaapt inmiddels. En het is tijd voor Jordi zijn flesje. En daarna hoop ik dat hij even gaat slapen. Lekker je middagdutje doen, hè. Ja. Dus dat gaan we doen. In het volgende shot zien jullie Jordi weer wakker. Nou, er is iemand wakker. Hallo? Ben je wakker? Ja, wil je wat vertellen? Tjubi
Doe maar deze kant op. Boom. Dat is je mom. Nou, hij is dus weer wakker. Ik ga gauw hem uit bed halen, zijn luier doen en een soepje voor hem maken. We zijn net bij een restaurant uit de stad. Liam. Je mag niet iedereen praten. We hadden net uit een restaurantje in de binnenstad hadden we eten besteld. En dan hebben die toch patiëntjes binnen. En wij hebben lekker gegeten. Het was lekker toch, schatje? Ja, het was super lekker. En nu krijgt Jordy lekker een flesje. En gaat Liam er doorheen zitten zeuren? Ja, je kan een kindje ook niet beïnvloeden in hoe die zich moet gedragen, hè? Nee. Maar hij vist het. Dan gaat Jordy zo lekker slapen. Ja. Dan gaat het pyjamaatje aan. Het is wel wennen, hè? Dat we zo weer aan het vloggen zijn. Ja. En dan is het zo weer de dag voorbij. Ja. Dadelijk hier nog een paar dingetjes doen. Ik dacht dat we op stap gingen. Op stap gingen? Ja, naar de gang en dan weer naar de woonkamer. Oh, dat kunnen we doen als jij dat wil. Hier is de kleine Zeurpiet. Ja, je bent een kleine Zeurpiet. Ja. Ja, hier, doe mama maar opeten. Lekker mama opeten, hè? Ja. Staat niet voor niks mama op, hè? Ja. Ja. Lekker titteren. Een hele goede morgen. Hier ligt er alweer eentje te slapen. Hij heeft net zijn flesje. Voor de helft, ruim de helft op. Maar hij had er geen zin meer in. Jordy ligt lekker te spelen in de box. Wij gaan zo ontbijten. En eens kijken wat de zondag ons brengt. Sowieso moet ik naar de supermarkt. Ja, ga je lekker winkelen? Nou, gezellig. Ja, Mandy gaat één keer in de week voor de hele week boodschappen doen. Dus, Ja. Zodat ik niet meer weg hoef. Dus papa gaat denk ik even bankzaken doen. En beleggingen. En ik gebruik als excuus dat Liam ligt te slapen. En hier ligt deze kleine rat lekker te spelen. Die heeft ook al lekker geontbijt. En die is een... Dat ding aan het leeg laaien gegaan. Ja! Dus ja. Ik ga zo dadelijk eventjes bedden afhalen en die dingen allemaal. En dan begint voor mij ook de zondag natuurlijk. En dat bestaat voornamelijk uit poetsen. En zorgen dat ik alles bijgewerkt heb voor een beetje de week. Want ja, ik kom op dit moment weinig toe aan dingetjes. Omdat Liam die vraagt veel aandacht. En Jordy heeft natuurlijk ook aandacht nodig. En op zondag kan ik dan meestal het beste allemaal regelen. Dus dat ga ik vandaag doen. Nou papa, wens me geluk. Ik ga naar de winkel. Good luck. Thank you. Oh trouwens, Jordy die heeft zijn boterhammetje gehad. Die zit lekker even uit te buiken. En die andere, die is lekker hier aan het kramen. Ja. Oh, ja. Dat is papa's werk, niet mama's werk nu. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb het weer gehad voor vandaag. Want het is niet meer leuk, de supermarkt en zo. Het is echt super druk. En niemand kijkt ergens na. En mensen kijken elkaar aan alsof, heb jij het? Heb jij het? Ik vond het wel meevallen. Nou, jij bent niet mee geweest, dus dat scheelt. Jordy ligt lekker te slapen.
Die heb jij je fles gegeven, toch? Mm-hmm. En Liam ligt nu ook te slapen. En ik ga hier eventjes poetsen. En dan is de zondag daar alweer bijna voorbij. Ja. Hoi hey Liam, lig je lekker bij de mama? Is mama lekker? Hoi mama. Hallo. We hebben in ieder geval alles hier gepoetst in huis, hè? En voordat ik dadelijk weer gezeur krijg, Niels heeft ook meegeholpen. Liam is mama aan het opeten. Ja. En Jordi? Die is de boel aan het afbreken. En Jordi? Hallo. Even een stuk gewandeld. Ik ben nu even flesje aan het geven. Niels die is met Jordi aan het spelen. En nu krijg je Franse les. Ja, dat is een trein. Daar zitten verschillende talen op. En dan kun je op de onderkant kun je ook nog andere talen doen. Volgens mij zelfs Spaans. In ieder geval, het zijn iets van 4 talen die daarop staan. Maar dat is niet erg. Maar in ieder geval, deze kleine vent. Die krijgt nu lekker zijn flesje. Die zit hier lekker te tutteren. En ja. Dadelijk krijgt Jordi zijn fles. En dan gaat hij dadelijk een keer naar bed. Jordi ligt inmiddels lekker in bed. Of dat hij al slaapt, dat weet ik niet. Ik heb hem net nog wel horen kramen, maar volgens mij slaapt hij dadelijk wel. Liam die heeft zijn flesje natuurlijk leeggedronken. En Niels is nou met hem bezig, want hij heeft problemen met poepen. Ik ben ondertussen eten voor mij en Niels aan het maken. Vegetarische pizza. En dit is het eindresultaat. Nou, wij gaan de vlog afsluiten. Jordi ligt heerlijk te slapen. En kleine Liam ook. Hij heeft straks... Papa ook. Papa ook bijna. Hij heeft straks wel overgegeven nog, hè. Dus dat is wel iets waar we een beetje mee zitten. Maar goed, we hebben weer schone kleedjes aangedaan, gewassen en alles. En ja, wij gaan nu ook lekker slapen. Hopelijk slaapt hij wel door vannacht. Hoezo, toch iedere nacht? Ja, de laatste paar nachten wel, maar je weet nooit. Maar goed, wij gaan slapen. Welterusten. Welterusten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende keer.